Afgelopen zaterdag gaven Kadrietje Hanne en haar man Jorn eindelijk hun huwelijksfeest, bijna vier jaar na hun huwelijk in augustus 2020. Door de coronapandemie kon het huwelijk destijds niet groots gevierd worden. Het feest kende echter een opvallende afwezige, Marten. Volgens juist en Ganon op Instagram was Marthe niet aanwezig op het feest. Ze had dit weekend ook dansvoorstellingen met de dansschool van Synergy, wat een goed excuus bood om niet te komen. Julia was vanzelfsprekend wel aanwezig en ook ex-K3'tje klaasje was van de partij. De ex-choreograaf van K3, Tommy, was ook aanwezig op het feest. Marten heeft een conflict met hem, maar Hanne en Julia niet. Dit conflict is een van de redenen waarom er momenteel spanningen zijn tussen de meiden van K3. Marten is de laatste tijd vaker afwezig bij K3-activiteiten. Eerder deze maand was ze niet aanwezig bij de K3-show de Drie Biggetjes. Fans in de zaal werden verrast omdat Studio 100 vooraf geen verklaring had gedeeld over haar afwezigheid. Voor Studio 100 is het van belang dat de vrede tussen de meiden snel hersteld wordt, omdat Marte en Hanne volgend jaar hun contractbesprekingen hebben. Als de spanningen aanhouden, is er een grote kans dat Marte besluit om te stoppen.